met jou? Heel goed. Ja? Ondanks de corona, heel goed. Ja, ja, want ik kom je nu een beetje overvallen in je kantoor, maar ja, jij bent echt gewoon een icoon van de bibliotheek. Wat zijn nou net 43 jaar werk jij hier al? 44. 44, dat is echt. Ja, dat is bijna net zo lang als ik oud ben. Het scheelt maar een paar jaar. Maar waar ben jij begonnen in de bibliotheekwereld? In de Molstraat. Ja. De oude openbare bibliotheek van de Molstraat. Ik kwam zo van de HAVO. Ben ik zo de bieb in gerold. 17 jaar oud. En nooit meer weggegaan. Ja, ja. En nu ben je dan eigenlijk bijna tegen je pensioen aan, of niet? Ja. Ja, ja, moet nog even, hè. Want ze verlengen het nogal eens. Dus... Ja, maar nu zitten we, want daar kom ik eigenlijk voor, inderdaad de corona. Je hebt al veel meegemaakt, maar dit is voor jou ook de eerste keer. Ja, klopt. Dat kan bijna niet anders. Maar wat doe jij bij de? Zit jij nog steeds bij jeugd en muziek? Of is het, ik zit bij jeugd, muziek, romans aan de infobalie. Maar ik ben nu dus aan het bestellen. Ik bestel de jeugdboeken voor Middelburg, Vlissingen, de bibliobussen, alle bibliotheken Zeeuws-Vlaanderen. Dat is bijna heel Zeeland eigenlijk, behalve Oosterschelde-regio dan. Oosterschelde, ja. Dat doet Frans, maar dat is wel veel. En dat wordt natuurlijk gewoon... is superleuk. Want dat is eigenlijk mijn vraag, hè. Is je werk nu veranderd in deze periode? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ja, mijn infowerk dan natuurlijk. Ik mis de klanten. Ja, want jij zit ook regelmatig aan de inlichting in Bali. Ja. Ja, en de klanten mis ik heel erg. Ja. Maar de boeken worden nog steeds afgehaald en gelezen, zeker door kinderen. Ja, en ik blijf ze bestellen, ze komen binnen. Dus, en boeken eruit halen natuurlijk. En we hebben de kerstboeken en de Sinterklaasboeken weer naar de kelder moeten brengen. Ja, precies. Dat gaat gewoon allemaal door. Dus dat gaat allemaal door. En dan kan je niet thuis, dus dat moet je hier doen. Dus dan sta je los van even de ellende om je heen, sta je er gewoon nog lekker positief in voor het komende jaar. Nou, dat is heel fijn om te horen. Dan hoop ik toch dat je op een normale manier je tijd bij de bibliotheek kan volmaken. Hè? Dat hoop ik ook. Dankjewel voor je tijd. Maar een feestje zit er natuurlijk nu ook. Nee, nog even niet. Maar dat komt, doen we dus achteraf dan nog. We blijven nog even werken. Ja, hey, dankjewel. Ja, alsjeblieft.